Hallo allemaal. Zoals jullie zien, wij gaan vandaag twee Krusty Chocolates uitpakken. En die horen natuurlijk bij de Grocery Gang. Ja, yep, dit zijn mijn Grocery Gang figuurtjes, zoals je hier kunt zien. Een kleine weergave ervan. En die schuif ik nu lekker allemaal uit beeld. Zodat jullie kunnen zien. Nou, ze liggen nog een beetje boven in beeld als leuk bovenrandje. En wij gaan gewoon lekker twee van deze pakjes openmaken. Laat weer even in de comments weten wat jij denkt dat het wordt. Twee karamel, twee chocolade of een chocolade en een karamel. Het kan allebei natuurlijk. En wij beginnen met pakje 1. En ik heb mijn lijstje erbij. Je kan natuurlijk ook meteen achterlaten als je denkt dat ik er heel veel ga vergeten. Het is in ieder geval een chocolade. Dat is 1. Zal ik voor de grap deze meteen ook open? Nee, deze wachten we nog gewoon heel even mee. We maken hem open. Er zitten er natuurlijk 2 in. En ze zijn squishy, dus er zitten geen moldies bij. Ik heb tot nu toe nog steeds geen metallic. Ik heb ook echt geen idee hoe ik aan die metallic moet komen. Ik heb natuurlijk weer hartstikke verkeerd geknipt. Zo. Even kijken. Deze komt mij wel heel bekend voor. Dit ei. En die hebben we al. Even kijken, waar staat het ei? Ja, het is een beetje moeilijker voor mij. Kijk hier, Rotten Egg. Die heb ik al. Dus dat is dubbele nummer 1. Nou, dat gaat goed zo, deze start. Ik ben nu even bezig alle Krusty Chocolates open te maken. Waarom? Dat meen je niet. Oh nee, gelukkig. Omdat ik dan weer een sticky soda kan openmaken. Dit, ja oké, dit is ook een dubbele, maar ik dacht dat ik 2 keer een rotten egg had. Even kijken, waar ben je? Waar ben je? Niet op deze kant. Ik weet dat we je al hebben. Ik heb hem natuurlijk al 3 keer gemist. Even kijken, het is een mint of zoiets. Het is een pepermuntje. Nou zeg. Ik kijk er gewoon overheen. Is hij dan hier? Stinky snacks? Nee. Het zijn niet stickies. Nou, dit is heel bijzonder. Ik kijk er gewoon elke keer overheen. Het is niet gebakken. Het is geen dairy. Greasies. Hij is groen met een gat erin. Nou, het is wel Barf Bagel. Ik dacht dat het een pepermuntje was. Het is Barf Bagel. Nou, zoals je kan zien heb ik die ook. Ik vind hem wel grappig, want dat gat is echt zijn neus ook. Dus, en je kan hem leuk vervormen. Ik vind zijn kleur ook goed eruit zien. Het is een leuk poppetje. Jij kan hier... Oh, het ei zit al helemaal bij de rest. Zie je, je kan ze iets beter zien, want ik zit er gewoon wat dichter bovenop. Dat maakt het voor mij iets moeilijker, want elke als ik ook maar een klein beetje verkeerd beweeg, dan ben ik alweer buiten de camera. Oh, kijk, een karamel, een chocola en een karamel. Daar zitten er ook weer 2 in natuurlijk. En deze 2 zijn allebei squishy. Deze is vierkant, dus dit zijn of frietjes of misschien zo'n granola bar. Nou, ik hoop dat ik het met allebei verkeerd heb, want die heb ik namelijk allebei al, anders wist ik het natuurlijk niet. En dit is de granola bar. Dat is jammer, want die heb ik dus al. Even kijken. Oh, het is een muesli bar. Nou ja, muesli en granola is op zich hetzelfde, alleen een ander woordje ervoor. Kijk, Uzi muesli bar. Jammer, dat is weer een dubbele. Zo gaat het natuurlijk wel steeds harder, hè. En, nou ja, dat is wel een beetje jammer. Maar straks moet ik gewoon een extra openmaken, alleen maar voor mijn dubbele. En deze hebben wij ook al. Kijk, daar is hij. Grotty soap. Ja, yep. Ik heb pech. Dikke, vette pech. Mijn 4 dubbele. En mijn 4 dubbele, die moeten in deze kan. Nou, zoals je ziet, kan je het zien zo? Nou ja, heel slecht. Hij is vol. Mijn volgende video wordt dus een sticky soda openmaken, want nou ja, ik heb geen ruimte meer. Het is niet anders, ik heb geen ruimte meer, dus we moeten dat open gaan maken. Ik laat jullie hier nog eventjes mijn hele verzameling zien. Oh, er ontsnapt er één. Nou, die pak ik zo meteen wel. Er is er eentje van de tafel afgerold.
Met dit in beeld zeg ik dankjewel voor het kijken. Daar kan je op mij abonneren, daar op mijn vrouw. Daar zijn de twee leuke video's. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Doei!